Een olifant regelen. 5 CEO's van grote financiële instellingen een liedje laten zingen. Of met een ALS-patiënt naar Turkije vliegen. Nee, ze zijn niet knettergek geworden bij de Hanze Hogeschool. Dit waren allemaal opdrachten voor eerstejaarsstudenten van de opleiding bedrijfskunde. Voor studiepunten moesten de studenten binnen 2 weken, met behulp van zelfgeregelde sponsoren, deze onmogelijke opdrachten proberen te realiseren. We laten ze kennis maken met welke eigenschappen, kwaliteiten, vaardigheden een hbo-professional, met name een bedrijfskundige, moet bezitten om te kunnen functioneren straks in zijn studie en later in zijn beroep. Ik ben vooral onder de indruk van al de opdrachten en wat ze ervoor hebben moeten doen. En het eindresultaat is natuurlijk heel mooi, maar vooral de diepe dalen waar ze doorheen zijn gegaan en uiteindelijk toch het maximale uit zo'n onmogelijke opdracht hebben gehaald. Geen enkele groep heeft de onmogelijke opdracht volledig kunnen realiseren. Ze kampten namelijk met verschillende problemen. Een beetje lastig om een bank binnen te komen als je geen afspraak hebt gemaakt. Want ja, grote mensen, grote banken, ja, allemaal druk. En je moet dus van tevoren echt heel veel plannen. En ja, 11 dagen om nou een afspraak te maken met de CEO van een grote bank van Engeland. Ja, dat is gewoon haast onmogelijk. De studenten moesten bij dit soort tegenslagen zelf proberen op zoek te gaan naar oplossingen of improvisaties. We zijn naar schoolleiding gegaan en hebben mee overlegd. Dus nu hebben we een helemaal nieuw plan. En nu mogen mensen waterballonnen op ons gooien voor het goede doel. Wij van OogTV vonden het natuurlijk helemaal niet erg om ze even een handje te helpen met deze erg leuke schoolopdracht.